Stichting Jeugdbelangen Zeeland bestaat 50 jaar. En dat gegeven komt dit jaar regelmatig terug in de uitzendingen van Lander TV. De stichting besteedt daarbij niet alleen aandacht aan zichzelf, maar ook aan andere verenigingen. Want op 23 juni konden alle verenigingen en clubs uit Zeeland zichzelf bij de sporthal in Zeeland presenteren, binnen en buiten. Zeelandse Verenigingendag. En we staan hier met Jeroen van der Heuvel, een van de mede-organisatoren van deze dag. Laten we eerst eens beginnen met wat er vandaag allemaal te doen is geweest. Nou, we zijn vanmorgen begonnen met de Crazy Kids Lunch. Dat was de mogelijkheid voor opa en oma, dus de jeugd van vroeger, te koppelen met de jeugd van nu. En samen hebben ze een hele leuke interactieve bingo gedaan met allerlei prijzen. En het komt als de wind. Lente maakt liefde en liefde maakt blind. Dan hoop ik te fluiten, het maakt me niet uit wat een ander vindt. Maar dan krijg ik weer langzaam mijn zin. Lijkt het geen liefde op het eerste gezicht. We vinden gestorven, de liefde bedorven en ook weer leeg. Maar ik blijf op zoek. In het verloop van de dag zijn we overgegaan tot de presentatie van de Zeelandse verenigingen. Het is rond een uur of drie begonnen, het is nu een uur of twee bezig. Ben je tevreden of hoe verloopt het? Ja, we zijn in ieder geval heel tevreden over de opkomst van verenigingen die zich hebben aangeschreven en bereid waren om hun aandeel te presenteren. We hadden graag natuurlijk wat meer Zeelanders en wat meer verloop gezien, maar voor de eerste keer zijn we heel tevreden met het resultaat. Waar ben je nu het meest trots op dat je hier, dat je denkt van ja, dat is toch blij dat dat gelukt is? Nou, zoals ik net al zei, de opkomst van alle verenigingen. Het is een stukje Zeeland dat zich presenteert. En ik denk dat dat ook voor de verenigingen zelf is iets om toch trots op te zijn dat je hier straks kunt staan. Ja. Nou, dat is mooi. Hartstikke bedankt.
bedankt en succes. Misschien volgend jaar weer, hè? Ja. We leven in de bossen.